Welkom bij hoofdstuk 8 van het boek Pincode 7e editie voor de MAVO 3. Dit hoofdstuk heet Over de grens. En we gaan meteen kijken naar paragraaf 1. Als eerste hebben we gekeken naar de import. Wat is import ook alweer? Nou, import, oftewel invoer, dat is daar een ander woord voor, is dat Nederlandse bedrijven producten kopen in het buitenland. En ik heb verschillende redenen om dat te doen. Bijvoorbeeld, sommige producten kunnen nou eenmaal goedkoper worden gemaakt in andere landen. Andere producten kan ik niet hier vandaan halen omdat ik die grondstoffen niet heb of die komen weinig voor. Bijvoorbeeld olie heb ik nodig om benzine te maken, maar dat hebben wij in Nederland niet, dus moet ik dat ergens anders kopen. Nou, sommige landbouwgewassen groeien niet in ons klimaat, zoals een ananas of een avocado. Dat groeit hier echt niet, dus dan kan ik het beter uit het buitenland halen. En consumenten willen tegenwoordig ook gewoon heel veel keuze hebben, dus dan moeten we ook veel verschillende producten hebben. Nou, export hebben we ook meteen naar gekeken. Een ander woord voor export is ook uitvoer. En dat is dus dat Nederlandse bedrijven producten verkopen aan het buitenland. En dat doen wij ook om verschillende redenen en op verschillende manieren. Nou, die export bestaat onder andere uit producten die in Nederland worden gemaakt, maar ook producten die ik eerst importeer en dan pas weer exporteer. Dat noemen we wederuitvoer. En dat wederuitvoer, dat is in Nederland zijn wij daar heel goed voor geschikt eigenlijk, omdat wij bijvoorbeeld de haven van Rotterdam hebben. Dus producten van over de hele wereld komen dan binnen in de haven van Rotterdam en wij kunnen ze dan over heel Europa gaan verdelen. Dan gaan we ze dus eigenlijk doorverkopen zonder dat we iets veranderen aan dat product. Nou, als we het hebben over producten kopen en producten verkopen, dan moeten we natuurlijk ook kijken of we daar wat geld mee verdienen. En dan komt de betalingsbalans om de hoek kijken. Dan moeten we de invoerwaarde hebben. Dat is wat we in totaal betalen voor importeren. Want als ik iets koop in het buitenland, moet ik natuurlijk betalen. En de uitvoerwaarde. Als ik iets exporteer, dus ik verkoop iets, dan verdien ik daar geld mee. Nou, op de betalingsbalans staan dan alle ontvangsten uit het buitenland en alle betalingen aan het buitenland. En als ik dan kijk naar het verschil, kan ik zien of ik geld heb verdiend of dat ik eigenlijk misschien geld heb verloren. Als ik een handelsoverschot heb, dan is de uitvoerwaarde hoger dan de invoerwaarde. En met uitvoeren verdiende ik geld. En met invoeren moest ik geld betalen. Dus bij een handelsoverschot hou ik geld over, heb ik dus geld verdiend. Dat noemen we ook wel dat het saldo positief is. En dat handelsoverschot, dat zien we eigenlijk even kijken, dan is er meer export dan import. Dat zien we hier in het midden, een overschot. Een tekort betekent dat ik meer heb geïmporteerd, dus meer geld heb uitgegeven dan dat ik heb verdiend. Dan kom ik geld tekort, dan heb ik dus geen geld verdiend aan het handelen. Een evenwichtssituatie komt in de praktijk eigenlijk nooit voor. Die invoerwaarde en die uitvoerwaarde kan ik ook uitrekenen. Dan moet ik eigenlijk kijken naar de hoeveelheid producten en de gemiddelde prijs. Dus bijvoorbeeld in een jaar voert Nederland 9 miljoen kilo Belgische bonbons in en de gemiddelde prijs was 6,10 euro per kilo. Als ik dan die 6,10 euro keer die 9 miljoen kilo doe, weet ik dat ik in totaal voor 54,9 miljoen euro aan Belgische bonbons heb geïmporteerd. Nu gaan we kijken naar hoe open een economie is. En voordat we dat kunnen doen, is het belangrijk dat we weten wat het nationaal inkomen is. Dat zijn alle inkomens van alle inwoners van een land bij elkaar opgeteld. Dus dat is uiteindelijk natuurlijk een hele grote hoeveelheid geld. Nou, een open economie is een land dat een groot deel van het nationaal inkomen verdient met export, of juist besteedt aan import, of misschien zelfs wel allebei. Een gesloten economie is een land dat juist erg weinig doet in verhouding. Nou, het enige land wat echt een gesloten economie is, dat is Noord-Korea. Die handelen eigenlijk niet met andere landen, want dat is een vrij gesloten land. En alle andere landen handelen eigenlijk altijd wel. We kunnen dan alleen maar zeggen, het ene land is meer open dan het andere land, maar er zijn eigenlijk geen verder hele gesloten economieën meer in de wereld. We kunnen dat ook gaan uitrekenen in een percentage. En dat noemen we het importpercentage, of met een iets moeilijker woord, de importquote. En zometeen zullen we ook zien dat we hetzelfde voor de export kunnen doen.
Nou, het importpercentage bereken je door de totale invoerwaarde te delen door dus dat nationale inkomen. Dat was dat inkomen van alle mensen in een land, hè? Dus Nederland heeft in een jaar een nationaal inkomen van 818 miljard euro. De waarde van de invoer is in dat jaar 402 miljard euro. De exportwaarde is 469 miljard euro. Nou, het is allemaal in miljarden, dus dat is makkelijk, want dan hoef ik niks om te rekenen en dan kan ik gewoon die woorden weghalen en die getallen gebruiken. Het importpercentage is dus de import, de invoer, dat was 402. 402 miljard gedeeld door 818 miljard, keer 100%. En op je rekenmachine kan je dan ook gewoon intypen 402 delen door 818 keer 100 is 49,1%. Dat is best wel een hoog percentage. Nou, voor de exportpercentage kan ik hetzelfde doen. En dan heet het bijvoorbeeld met een moeilijk woord ook een exportquote. Nou, dan moeten we natuurlijk wel andere getallen pakken. En we zien hier in de exportwaarde was 469 miljard euro. Nou stond er hier een foutief getal in. Dus ik heb dat even met de hand verbeterd. Dat was een typfoutje, denk ik. Moet je 469 miljard delen door 818 miljard. Je kan dan dus op je rekenmachine gewoon 469 delen door 818 keer 100 is 57,3%. Dat was de eerste paragraaf. We gaan snel door naar de tweede paragraaf. En daarin hebben we als eerste gekeken naar de internationale concurrentiepositie. Dat is eigenlijk hoe goed sta jij ervoor ten opzichte van andere landen. En Nederland heeft een vrij sterke concurrentiepositie. En dat betekent dat ons land in staat is om beter of goedkoper te produceren, of allebei, dan veel andere landen. En dat komt onder andere omdat wij hier goed onderwijs hebben en een goede infrastructuur. Nou, dan is het handig als het ene land beter is in het ene product en het andere land beter is in het andere product, dat we dat een beetje gaan verdelen. En dat noemen we de internationale arbeidsverdeling. Ieder land maakt dus producten waar dat land goed in is. En doordat we dat doen, kunnen we wereldwijd de beste producten tegen de laagste prijzen maken. Nou, zelf ga ik altijd heel graag naar Italië, want ik hou van het Italiaanse eten. Ik ben van mening dat de Italianen echt de beste pizza en de beste pasta kunnen maken. Dus ja, dan ga ik dat ook het liefste daar natuurlijk eten. En zo zijn andere landen weer goed in andere dingen. Een voorbeeld uit je boek bijvoorbeeld, deze auto. Dan zie je die lichten die worden in de Verenigde Staten of in Canada gemaakt. De airconditioning komt uit Frankrijk. Het scherm komt uit Indonesië. De antenne komt uit Brazilië. En de luidsprekers komen uit Duitsland. En elk land maakt dus dat ene gedeelte waar hij of zij goed in is. En dat wordt samengevoegd in één product. En doordat we dat op die manier doen, neemt de welvaart in de wereld toe. Dus dat is eigenlijk een win-win situatie. Nou, dat dit mogelijk is, komt door globalisering. En globalisering betekent eigenlijk dat we steeds meer met elkaar kunnen gaan handelen en dat het makkelijker is om met elkaar te communiceren en te reizen. En de handel is dus ook toegenomen door de ontwikkeling van communicatie. Via het internet kunnen we nu heel makkelijk met elkaar communiceren en dat gaat ook heel snel en heel goedkoop. De ontwikkeling van transport, we kunnen steeds makkelijker de hele wereld over reizen. En vrijhandel. En die toename van al die contacten en handel, dat heet dus globalisering. En daardoor zijn ook steeds minder internationale bedrijven maar in één land te vinden. Dus vroeger was bijvoorbeeld de McDonald's alleen in Amerika te vinden en IKEA alleen in Zweden. Maar tegenwoordig zijn al die bedrijven eigenlijk over de hele wereld te vinden. Ook dat is daar dus een gevolg van. Even terug naar die internationale concurrentiepositie. Door die globalisering heb je dus ook steeds meer concurrenten. Want vroeger had ik alleen concurrenten als bedrijf hier in de buurt. Maar tegenwoordig heb ik ook concurrentie uit China, want mensen kunnen het allemaal online bestellen op AliExpress. Dus ik moet ook gaan concurreren met buitenlandse bedrijven. En dat is niet altijd heel erg prettig. Maar als ik niet ga concurreren, dan kan ik het ook zelf niet gaan verkopen aan het buitenland. Dus dan gaan de exportinkomsten omlaag en dan hoef ik minder producten te maken. Dus dan is er ook meteen minder werkgelegenheid. Nou, om de eigen economie een beetje te beschermen, nemen landen protectiemaatregelen. Protectie zit ook, dat betekent bescherming. En zo beschermen we eigenlijk de productie van ons eigen land en de werkgelegenheid. Dus niet dat opeens
alles wat wij hier gebruiken wordt gemaakt in veel goedkopere landen in Azië en dat wij allemaal werkloos thuis zitten, dat is niet zo handig. Daarom beschermen we onze economie daartegen. En daarvoor heb ik een aantal maatregelen. Eerste drie zijn eigenlijk een beetje om producten buiten de deur te houden. Nou, dat kan ik doen door importheffingen te gaan heffen. Dan ga ik dus belasting voeren op producten die hier het land in komen. Dus als jij dan iets bestelt op AliExpress en zij versturen dat naar Nederland, dan moet er aan de grens belasting worden betaald over dat product. Ook een moeilijk woord, een contingentering. Oftewel een importquota. En dat is eigenlijk maar gewoon een maximum aantal producten. Dus bijvoorbeeld, er mogen maar 1000 auto's worden ingevoerd vanuit Taiwan. En meer niet. En zijn die 1000 gehaald, ja, dan komt de eerstvolgende er echt niet meer in. Dus we stellen gewoon een maximum. Ik kan ook gewoon een verbod invoeren. Dus dan zeg ik, bepaalde producten mogen helemaal het land niet meer binnenkomen. Bijvoorbeeld producten die niet aan onze veiligheidseisen voldoen. Tot slot kan ik ook een maatregel nemen om juist zelf meer te gaan verkopen in het buitenland. Want de eerste drie zijn echt om producten vanuit buiten ook niet binnen te laten. En de laatste, de exportsubsidie, is eigenlijk om te zorgen dat wij zelf meer kunnen gaan verkopen in het buitenland. En dat kunnen we doen doordat de overheid dan een subsidie geeft aan bedrijven die daardoor hun producten goedkoper kunnen maken. Even een voorbeeld. Stel, Philips, een Nederlands bedrijf, wil deze televisie gaan verkopen in Amerika. En ze willen dat gaan doen voor 1000 euro. Maar die Amerikaanse televisies die zijn allemaal goedkoper. Hè, dezelfde kwaliteit, maar die zijn dan iets goedkoper. Dus die Amerikanen die gaan dat niet kopen. Toch wil de Nederlandse overheid heel graag dat wij die televisies in Amerika kunnen verkopen. Want dat betekent, als wij die kunnen verkopen, dat wij meer mensen hier een baan kunnen geven. En dat de overheid uiteindelijk misschien minder uitkering hoeft te betalen. Dus de overheid zegt, weet je, die 1000 euro die Philips wil, dat is niet haalbaar. Wij snappen wel dat Philips dat wil, want anders maken ze verlies. Als Philips nou die televisies voor 800 euro gaat verkopen, dan die 200 euro die ze mislopen, die krijgen ze dan van ons. En dat noemen we dan de exportsubsidie. Dus dan krijgt Philips per televisie 200 euro van de Nederlandse overheid. En gaan ze hun televisies verkopen voor 800 euro. En dan willen die Amerikanen ze opeens wel kopen. Uiteindelijk heeft Philips dan nog steeds 1000 euro, want 800 en 200 is samen 1000. Dus dan is Philips blij en dan is de overheid blij, want we hebben werkgelegenheid gecreëerd. Nou, dat is dus exportsubsidie. Gaan we door naar de derde paragraaf. En in de derde paragraaf gaan we kijken naar de Europese Unie, oftewel de EU. En daar hoort deze mooie vlag bij. Nou, Nederland is één van de 27 lidstaten van de Europese Unie. En de Europese Unie heeft een heel belangrijk doel, namelijk economische samenwerking. En daarvoor hebben ze bepaalde wetten en regels opgesteld. Bedrijven kunnen op die manier op een eerlijke en gelijkwaardige manier met elkaar concurreren. En producten van buiten de EU moeten aan strenge Europese regels voldoen. Misschien dat je dit logootje CE wel eens op elektronische apparaten hebt gezien, bijvoorbeeld op jouw telefoon of op je oplader of op je laptop. En dat betekent dat het voldoet aan de Europese eisen, de Europese Unie eisen. Nou, dan mag het dus ook de Europese Unie in. De Europese Unie is ook een interne markt, zoals we dat noemen. Bij handel spelen dus de landsgrenzen geen rol. Met andere woorden, je kan dus gewoon de grens over om te handelen. En we hebben drie kenmerken van deze interne markt. En die moet je ook echt kennen. Die zijn heel erg belangrijk. En je moet ook echt de naam goed hebben. Dus niet een klein foutje in de naam maken, want die namen zijn heel erg belangrijk. De eerste is het vrij verkeer van goederen en diensten. Dat betekent dat er vrije handel is tussen de lidstaten van de Europese Unie. Dus ik mag gewoon met goederen en diensten, dus producten, of als ik bijvoorbeeld een taxichauffeur ben, ik lever een dienst, mag ik gewoon de grens over. Dan hoef ik verder niks voor te regelen. Vrij verkeer van personen. Mensen die uit de Europese Unie komen, mogen in andere lidstaten gaan wonen, werken en studeren. Je mag dus gewoon de grens over, je hoeft dan meestal niet je paspoort te laten zien, misschien als je pech hebt een keertje, maar eigenlijk nooit. En je kan als je wil dus gewoon lekker in Spanje of Italië
gaan wonen, werken of studeren of op vakantie gaan zonder dat je allerlei dingen hoeft te regelen. En tot slot, vrij verkeer van kapitaal. Je mag sparen, lenen en investeren in een ander Europees Unieland. Nou, dat is ook wel handig, want als je wil handelen, dan is geld natuurlijk wel belangrijk. En je ziet ook dat wij in Nederland dus best wel veel handelen met landen uit de Europese Unie. Want waar halen wij nou de meeste producten vandaan? Nou, Duitsland en België, onze directe buren uit de Europese Unie. En waar exporteren we nou het meeste naar? Duitsland en België, landen uit de Europese Unie. Dus die Europese Unie is voor Nederland best wel belangrijk. Binnen die Europese Unie hebben we ook nog een apart gebied. En dat is de eurozone. Van die 27 landen die bij de Europese Unie horen, zitten er 19 in de eurozone. Dat noemen we ook wel de Europese Monetaire Unie, oftewel de EMU. En die landen die hebben allemaal de euro als betaalmiddel. Een ander woord daarvoor is dus de eurozone en zij hebben als doel namelijk een gezamenlijke munt in alle EU-landen. De voordelen van de euro zijn namelijk dat we makkelijk prijzen met elkaar kunnen vergelijken. Dus als ik wat in Duitsland wil kopen of in België, die hebben ook de euro, kan ik meteen zien hoe duur het is en hoef ik het niet eerst om te rekenen. Nou, dat omrekenen en dat omwisselen, dat kostte vroeger ook altijd geld. Nu nog steeds als je dat natuurlijk met een andere valuta doet. En die kosten heb je ook niet. Dus het handelen wordt ook goedkoper. En bedrijven verliezen geen geld, omdat de wisselkoers bijvoorbeeld verandert. Dus de euro heeft allerlei voordelen. En de Europese Centrale Bank, oftewel de ECB, die is dan de centrale bank van de eurozone en die regelt dat allemaal. Nu komt het dus natuurlijk ook voor dat je wel eens moet handelen met landen die geen euro hebben. Bijvoorbeeld de Britse pond als we met het Verenigd Koninkrijk gaan handelen. Of de Amerikaanse dollar als we met Amerika gaan handelen. Nou, dat noemen we een vreemde valuta. En om te kijken hoeveel zo'n vreemde valuta nou waard is in euro's, gebruiken we wisselkoersen. En die wisselkoersen die kunnen veranderen. Het is dus niet zo dat dat altijd hetzelfde is. Nou, als zo'n wisselkoers verandert, dan kan het zo zijn dat als wij producten willen invoeren, wij willen iets importeren, dat dat voor ons duurder of goedkoper wordt. Want als de koers verandert, verandert ook hoeveel wij moeten betalen. Het kan ook zo zijn dat exporteren voor andere landen juist duurder of goedkoper wordt, want als de koers verandert, kan ook de prijs daarvan veranderen. Even een voorbeeld. Stel ik wil iets kopen in Amerika en ik wil met 1 euro iets kopen. Dan kan ik in Amerika nu iets kopen voor 1 dollar en 10 cent, want dat is op dit moment de koers. Maar die koers gaat veranderen. 1 euro is nu 1 dollar en 20 cent waard. Nou, dat is voor mij heel erg fijn, want mijn euro is meer waard geworden, want ik krijg meer dollars voor mijn euro. Dus als ik nu iets wil kopen in Amerika, ik wil iets gaan importeren, is dat voor mij goedkoper geworden. Als ik iets wil gaan exporteren, dan is het voor die Amerikaan dus eigenlijk duurder geworden. Want als het voor mij goedkoper wordt, dan wordt het voor de andere partij automatisch duurder. Dus ik ben blij, ik ga nu meer kopen in Amerika, maar die Amerikaan die denkt nu, ja, het is een stuk duurder geworden in de Europese Monetaire Unie, de eurozone, waar ze de euro hebben. Dus ik ga daar nu wat minder kopen, want het is duurder geworden. Dus op die manier kan dat dan invloed hebben. Gaan we door naar de laatste paragraaf. En in die paragraaf gaan we het hebben over heel andere zaken. We gaan namelijk kijken naar ontwikkelingslanden. In ontwikkelingslanden is de welvaart minder groot dan in Nederland. Er is in deze landen veel armoede, een slechte gezondheidszorg en weinig onderwijs. Die welvaart kan je makkelijkst vergelijken door te kijken naar het inkomen per hoofd van de bevolking. Dat is eigenlijk gewoon het gemiddelde inkomen per inwoner. En die moet je kunnen uitrekenen. En dat gaat als volgt. Het is eigenlijk gewoon een gemiddelde inkomen. Dus je kijkt naar de totale hoeveelheid geld die wordt verdiend in een land. Dat was dat nationale inkomen uit paragraaf 2, geloof ik. En dat deel je door het aantal mensen dat er woont in een land. Nou, in Nederland is het nationaal inkomen 818 miljard euro. En er zijn 17,4 miljoen inwoners. Gaan we er helemaal uitschrijven met alle nullen. 9 nullen achter een miljard. En 6 nullen achter een miljoen. Nou, ik heb al die 4, dus nog 5 nullen erachter.
en dan vervolgens intypen in je rekenmachine 818 miljard, delen door 17,4 miljoen en dan kom je uit op 47.011 euro gemiddeld per inwoner. Dat is dan het inkomen per hoofd van de bevolking in Nederland. Nou, om de welvaart te vergelijken moet ik niet alleen maar kijken naar dat gemiddelde inkomen. Want dat inkomen is niet altijd het allerbelangrijkste. Want soms is het zo, of eigenlijk altijd is het zo, dat de verdeling in ontwikkelingslanden heel erg ongelijk is. Dus een klein deel van de bevolking is heel erg rijk en een heel groot deel is heel erg arm. En dan lijkt het gemiddelde inkomen nog best wel oké, terwijl er eigenlijk heel erg veel mensen in hele erge armoede leven. En die paar rijke mensen die halen dan het gemiddelde heel erg omhoog, maar eigenlijk is dan de gemiddelde persoon eigenlijk heel slecht af. Ook moet je kijken naar wat mensen voor zichzelf doen. Dus doen ze aan zelfvoorziening, hebben ze bijvoorbeeld zelf gewassen die ze voor hunzelf verbouwen, doen ze misschien aan grijs of zwart werk. Dat komt allemaal niet terug in dat nationaal inkomen, maar dat zorgt natuurlijk wel ook voor welvaart. En tot slot naar de prijzen van producten. Want als je veel minder geld verdient, maar de prijzen liggen ook een stuk lager, dan kan je misschien wel precies hetzelfde kopen. Dus je moet ook goed kijken naar het prijsniveau in een land. Een land met hoge prijzen is het natuurlijk logisch dat je meer geld nodig hebt om normaal te kunnen leven dan in een land met hele lage prijzen. Die ontwikkelingslanden die hebben natuurlijk verschillende problemen waardoor zij economisch achterstand houden. En de eerste daarvan is dat zij te weinig scholing hebben. En doordat er te weinig scholing is, doen ze natuurlijk minder kennis op, waardoor er ook weer minder productie is, omdat ze het op een minder efficiënte manier kunnen doen. Er is ook een slechte infrastructuur, dus een slecht wegennetwerk, een elektriciteitsnetwerk, slecht internet. Protectiemaatregelen van rijke landen, daar hebben we het net over gehad. Wij beschermen onze economie tegen het buitenland, maar daarmee doen we eigenlijk voor hun iets wat niet goed is, want zij kunnen daardoor minder makkelijk groeien. Ze hebben vaak hoge schulden en er zijn ook vaak conflicten, dus denk bijvoorbeeld aan burgeroorlogen. Ook zijn de regeringen in die ontwikkelingslanden vaak onbetrouwbaar. En dan komen we bij een heel belangrijk onderwerp, vicieuze cirkel. En de vicieuze cirkel, dat is eigenlijk een cirkel waar je niet uit kan kopen. De oorzaak van het ene probleem is het gevolg van het andere probleem. En zo blijf je eigenlijk de hele tijd in rondjes gaan. Het probleem van een ontwikkelingsland is dat zij leven in armoede. En door die armoede moeten alle gezinsleden geld verdienen. De kinderen kunnen niet naar school, want dan is er niet genoeg geld om eten te kunnen kopen. Dus iedereen moet werken, ook de kinderen moeten werken op het land om te zorgen voor genoeg eten. Daardoor gaan ze niet naar school. En als die kinderen niet naar school gaan, krijgen ze weinig scholing. En doordat die kinderen weinig scholing krijgen, gaan ze uiteindelijk laagbetaald werk doen. En dat resulteert weer in armoede. En dan ga je eigenlijk het hele cirkeltje nog een keer rond. En nog een keer. En nog een keer. Dus je blijft eigenlijk dezelfde cirkel afgaan. Daarom noemen we dat een vicieuze cirkel. En zo'n ontwikkelingsland kan daar niet zelf uitkomen. Daar is hulp voor buitenaf voor nodig. En dat kan met ontwikkelingssamenwerken. We gaan bijvoorbeeld die protectiemaatregelen opheffen. We gaan zelf zorgen voor beter onderwijs in ontwikkelingslanden door bijvoorbeeld scholen te bouwen of docenten op te leiden. We gaan zorgen voor een betere gezondheidszorg. En op die manier kunnen we die landen helpen om uit die vicieuze cirkel te komen. Nou, neem even als voorbeeld dat wij gaan zorgen voor beter onderwijs in ontwikkelingslanden. Dan beginnen we met beter onderwijs. Daardoor gaan die kinderen wel naar school. En als die kinderen naar school gaan, dan krijgen zij wel voldoende scholing. Waardoor zij uiteindelijk beter betaald werk gaan doen. En daardoor creëren ze meer welvaart en zijn ze dus uit die vicieuze cirkel gebroken. En dat is eigenlijk hoe wij die ontwikkelingslanden het beste kunnen helpen. Maar er zijn twee verschillende vormen van hulp. En de eerste is noodhulp. En noodhulp dat geven we in noodsituaties. Dat zit ook in de naam, dat is gericht op overleven. Bijvoorbeeld voedselhulp, drinkwater, tenten en medicijnen. Bijvoorbeeld als er een aardbeving of een tsunami is geweest. Of als er plots opeens een oorlog uitbreekt, zoals met Rusland en Oekraïne. Dan lever je noodhulp. Structurele hulp, dat is iets wat we voor de langere termijn doen. Wat we dus structureel doen. We hebben dan als doel
die landen op de lange termijn economisch zelfstandig te maken. Bijvoorbeeld door Fairtrade, dat heb je wel eens gezien op fruit en misschien ook op chocola, krijgen boeren in ontwikkelingslanden een hogere eerlijke prijs voor de producten, waardoor die boeren een hoger inkomen krijgen en zelf dus uit die vicieuze cirkel kunnen breken. Dit was hoofdstuk 8 van MAVO 3, boek pincode 7e editie. Ik hoop dat ik je geholpen heb. Vergeet niet te abonneren. Heb je nog vragen, laat ze achter in een reactie. Dan kan ik je hopelijk helpen. Duimpje omhoog en heel veel succes met leren.